In de Haarlemse wijk Parkwijk ruikt het dit voorjaar meer dan ooit naar aarde. Op de Nationale Boomfeestdag op woensdag 23 maart planten ruim 70 kinderen uit de buurt hier samen met wethouder Rob van Doorn hun eigen boom. Ik ben er ontzettend blij mee dat Haarlem zo actief is in het planten van bomen. En hier gaan we nu enkele tientallen bomen neerzetten die later, als ze wat meer doorgegroeid zijn, in het Rinalderpark kunnen gaan komen. Hoe vind je het om vandaag je eigen boom te planten? Heel erg leuk, want het is ook heel goed voor de natuur. Nou, ik vind het wel leuk. Voor de natuur is het namelijk ook heel goed. En de vogeltjes kunnen weer nesten bouwen. Over 25 jaar zien we hem hier nog staan. Dus ik vind het hartstikke leuk. Het thema dit jaar is bomen smaken naar meer. Wat houdt het precies in? Bomen die leveren voedsel, zowel voor dieren als voor mensen. We houden allemaal van beukennootjes en misschien ook wel van wilde kastanjes. Maar vogels eten er ook van. Waarom denk je dat het zo goed is voor de natuur om de bomen te planten? Dat weet ik eigenlijk niet. Omdat die zuurstof geven. En zonder zuurstof kan je niet leven. Het leuke ervan is dat kinderen die nu op dit ogenblik deze bomen in een grote pot aan het zetten zijn, dat die net zo hard gaan groeien als de bomen. Dus we gaan in de loop van de komende jaren gaan we de mensen volgen, de kinderen volgen en de bomen die ze geplant hebben. En dan zien we ze allebei groeien. En daarmee leggen we het dus ook een verband tussen die kinderen en het Rinalderpark, de bomen die erin staan. Als wij de natuur respecteren en ons daar ook verantwoordelijk voor voelen, willen zeggen dat die natuur steeds beter onderhouden zal worden. En dat betekent ook weer dat wij er als mensen steeds meer van kunnen gaan genieten.